Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 23 My Team Career Mode. Mijn naam is Gian Anschaap en vandaag hebben we de voor aflevering nummer 45 hier in Qatar. Heb je die vorige video in Japan gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan direct voor het i'tje, klik erop en zet die aflevering schijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben jij nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer wekelijkse My Team Career Mode content. Elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. In december ook op de woensdagen een video. Dus dat is goed om te zien. En nog niet een volgen op mijn sociale media kanalen? Gewoon even doen. Mijn linkje staat in de beschrijving van mijn gebruikersnamen. Klik erop en dan kom je op die pagina terecht. Goed, kijken wat we dus kunnen gaan doen aan de activiteiten. We moeten de kalender even zien op te vullen. En even kijken of we nog voldoende geld over hebben. We moeten Max aan het einde van het jaar nog zien te contracteren voor volgend seizoen. Kunnen even kijken wat we nu nog even kunnen gaan kopen van de faciliteiten. Hebben de fabricatie van de aerodynamica dus gekocht. Die komt er dus aan. We staan op dit moment tweede bij de Research and Development Program. Klimmen dichter naar McLaren, maar Mercedes zit er ook aan te komen. Hebben dus op dit moment nog 6 miljoen dollar op de bank. Zijn dus wereldkampioen bij de coureurs. Stand van zaken in het klassement. 9 achtereenvolgende overwinningen behaald. We staan dus nu gelijk met Sebastian Vettel. Dan spoelen we de tijd mooi even door. Wat er allemaal binnen gaat komen. Nou, dat hebben we dan dus allemaal al gedaan. En dan is het tijd voor de kwalificatie. En kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 en kijken of we ook door kunnen komen naar het tweede kwalificatiedeel hier in Qatar. Op dit snelle circuit waarin we de vorige race hier hebben gewonnen. We willen er graag 2 van maken. Maar eerst zit daar dus ook een sprintrace in. Dit wordt dus de kwalificatie voor de sprint. Uitslag van de sprint die bepaalt dus de startgrid voor de hoofdrace. Goed, kijken wat we dus kunnen gaan doen. Ben ik heel erg benieuwd waar Verstappen zometeen zal gaan eindigen aan het einde van Q3 als hij door is. We hebben daar wat grind geraakt helaas. We lemmen onze tijd niet echt. Piastri naar de snelste tijd in Q1. En wij met groen in sector 1 en 2. Komt dus een verbetering van onszelf aan. Logisch ook, want we moeten nog een tijd gaan neerzetten. DRS dus geopend. En dan laten wij de snelste tijd noteren. Prima ronde in Qatar in Q1. Dan is het bij de tweede run heel erg druk met rijders die naar buiten zijn gegaan. En nog ongeveer 1 minuut en is het 50 seconden op de klok. We zijn doorverwezen naar een tweede tijd. Wij gaan proberen onszelf te verbeteren, omdat iedereen dus nu bijna naar buiten is gegaan. Verstappen is binnengebleven, zie ik. Hetzelfde geldt denk ik voor Lando Norris en Oscar Piastri. Weet ik zo niet zeker. Perez is in ieder geval denk ik wel buiten. Max staat op P4. En een prima eerste bocht gaat daar wel een beetje wijd. Dan hebben we daar wat last van Nico Hulkenberg die voor ons rijdt. We moeten hem wel zien te passeren, anders is deze tijd helemaal weg. We zijn gewoon een seconde los van onze eigen tijd, dus dat is heel goed om te zien. Passeren Hulkenberg daar misschien hier aan de binnenkant? Jazeker, met paars in sector 1, maar schieten hier door. Heeft ons wat tijd gekost. 4/10, nu inmiddels sneller. Dat was een seconde. Hulkenberg heeft ons wat opgehouden. Dat betekent wel met dubbel paars in sector 1 en 2 dus, dat we een verbetering gaan krijgen van ruim 9/10. Van P2 naar de snelste tijd. Pakken hem weer af van George Russell. Goed om te zien. We gaan hier Nico Hulkenberg een beetje blokkeren. Gewoon omdat hij ons ook blokkeerde toen wij met een snelle run bezig waren. En we duiken dus naar binnen.
Dan waren we beland bij het tweede kwalificatiedeel. Nog ongeveer een minuut op de klok. Wij gaan dus proberen om het met één setje banden te doen. De motor is wel wat beschadigd. Hopen dat hij meegaat met de sprint en de hoofdrace. En zeer benieuwd. Goed, nog ongeveer 40 seconden op de klok voordat de vlag in Q2 valt. Snelle bochten hier op het circuit. En de vlag hangt uit in Q2. Drukovic naar een P12. Voor 13, Albon 14, Magnussen 15. En wij zelf gaan denk ik wel naar de snelste tijd toe. En dat is... precies, de snelste tijd. Goed gedaan. En zijn we aanbeland bij het laatste kwalificatiedeel. Q3 dus, vechten voor de pole position. Voor de sprint. Ongeveer 1 minuut en 5 seconden op de klok. De DRS is dus geopend. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze beslissende ronde. Daar wat te wijd. Hebben we wat tijd verloren, helaas. We proberen het weer goed te maken, jazeker. Max Verstappen voorlopig naar de pole position. De vlag hangt uit in Q3. Dan gaan we wat te wijd en krijgen een tracklimitswaarschuwing en volg. Wat ook logisch is. Met nergens paars, maar groen in sector 1 en 2. We komen aan bij de laatste bocht. Daar gaan we helaas wat te wijd. Met de DRS geopend. En dat is pole of P2. Het is denk ik pole position als ik dat goed zeg. Jazeker, pole position gepakt in de laatste seconde. Met één setje banden, één run en pakken hem op 14e. Goed gedaan, dan is het op naar de sprint en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome to today's sprint. This is shaping up to be another fantastic weekend. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's sprint. The professor lines up on pole position. Max Verstappen lines up alongside. Looking at the rest of today's grid, we have Russell, Ocon, Oscar Piastri, Sainz, Leclerc, Norris, Perez, Tsunoda, Gasly, Hauger, Drugovic, Richard Vasseur, Albon, Magnussen, Sargeant, Joe, Hülkenberg, Stroll, Bottas, and Nyck de Vries rounds off the grid. Which of these drivers will get pole position today? We will soon find out. With the Grand Prix nearly upon us, Anthony Davidson is by my side once again to offer his perspective. Joined once again by former Formula One driver Anthony Davidson. And they've had a lot of on-track incidents recently that could leave them low on confidence. Certainly confidence is an important factor. And every time you're involved in an incident, it's not just the car you damage, but that confidence as well. But all the top racing drivers were able to tune that out when the race gets underway and focus on the job at hand. Okay, we've got that relief of having points on the board finally. So let's keep that form up and get another top 10 finish today, please. Ik vind het nogal vreemd dat de engineer met deze uitspraken doet. Want ja, we hebben al lang punten verzameld dit seizoen. Dus ik denk dat hij doet eens aan vakantie. Kijk wat we dus kunnen gaan doen in deze sprint. Max op de mediumband. Interessant, want er zijn denk ik maar 7 rondes te gaan. En Russell ook op mediums. Dus ik vrees dat Verstappen plekken gaat verliezen tijdens de start. Wij moeten dus het hoofd koel zien te houden. We komen dus aan bij onze gridpositie zometeen.
En we wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Componenten rechts onderin, het oranjevormige gedeelte. Je ziet, dat betekent dat de componenten wel beschadigd zijn. Hopen dat ze wel mee kunnen tijdens de hoofdrace. En wij komen keurig in onze positie terecht, 0,3 meter ervan af. Dat is goed om te zien. Wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Dan gaan we gewoon beginnen voor de sprint hier in Qatar. 7 ronden lang. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg en komen heel goed weg. Max is heel slecht weg en al gelijk gezakt naar P4. Die beide Mercedes zijn heel snel weg. Russell op P3 op die mediumband. Max verliest nog een plekje aan Norris. Rijdt op P5, maar wij aan de leiding. En hebben Ocon vlak achter ons. Uitstekende start voor ons. Jammer van Verstappen. MGUK heeft een probleem. Maar goed, die kan denk ik deze race wel mee. Hopen dat hij tijdens de sprint, sorry, tijdens de hoofdrace ook mee kan. Paars in sector 1. We zitten in ronde nummer 2 van de race. Als we daar een beetje wijd gaan en daar zit Ocon te kijken aan de buitenkant. En is er voorbij, maar heeft daar een momentje en wij kunnen daarvan profiteren. Weer aan de leiding in ronde nummer 2, begin ronde nummer 3 van de race. We hebben de overtake knop aanstaan. Wat kan Ocon hier op dit rechte stuk? En de DRS is ingeschakeld. Sainz met de snelste raceronde, maar die wordt in één keer verbeterd door bijvoorbeeld Valtteri Bottas. DRS is ingeschakeld door race director. Norris naar 4. Pakt Carlos Sainz. Waarheid Verstappen. Ik denk achter de Spanjaard. Nee, die pakt hem weer terug. Max naar P5. Russell zakt een plekje. P4. Sainz weer naar P5. Russell weer naar P3. Het gaat steeds op en neer van positie wisselen. En dan zitten we in ronde nummer 4 van de race. Nog 3 rondes te gaan. De beide Mercedes komen met een aanval. Hier Russell aan die binnenkant. Maar kan er niet voorbij. Gaan er wel een beetje wijd. Dat ziet Russell. En Ocon. We moeten het hoofd koel zien te houden tijdens deze druk van de zwarte Mercedesen. We gaan er in verdedigingsmodus. En duwen Russell die naar de buitenkant. Kan daar wel blijven zitten, George. Maar dat, ja, dan houdt hier de weg op. En dan duwen wij hem daar een beetje wijd. Steeds op P2 George Russell. P3 dus Esteban Ocon. En de safety car is op de baan geroepen. Geen idee waarom. Maar race director vond het denk ik te gevaarlijk. In ronde nummer 5 duikt de safety car denk ik weer naar binnen. We hebben Russell dus achter ons. Ocon op 3, Norris 4, Max op 5. En de safety car is dus naar binnen gedoken. We moeten het dus even steady zien te houden totdat de safety car naar de pitlane is geweest. En totdat wij de safety car lijn hebben gepasseerd. Dan kunnen wij weer vol op het gas op die zachte band. Hierna nog 1 ronde te gaan. We gaan zometeen ronde nummer 6 alweer in. En hebben die zachte band. Russell op de mediums. Ocon op de zacht. Dus ik denk dat deze zachte band eerder op temperatuur is. En gaan hier op het gas. Jazeker, en zijn wakker. Russell verliest al gelijk de aansluiting. Gat is inmiddels 16e, 17e, 18e. We zitten in de ene laatste ronde van de sprint. Gat is nu 19e geworden. Russell verliest de aansluiting. Maar ja, wij nemen die tweede bocht daar niet zo mooi. Russell kan weer die aansluiting vinden. Gat is nu 14e. Nu zitten we in de laatste ronde van de race. Wat kan George Russell nog? Sorry, wat kan Ocon zelfs nog? Ocon is Russell voorbij gegaan voor P2. Heeft hier de slipstream en die overtake en de snelheid van de Mercedes. Max komt op P4. Maar wij gaan hier de sprint winnen. Voor Ocon, voor Russell, voor Verstappen en voor Norris. 8 belangrijke punten dus voor ons erbij. Goed gedaan. Max pakt er 5. En Ocon krijgt driver of the day. Doet hij goed.
heeft hij goed gedaan. En wij vertrekken dus ook vanaf pole position voor de hoofdrace. En is het op naar die wedstrijd en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Welcome back to Qatar. There was talk of a new circuit, but we're back here once again at LaSalle, under the lights. LaSalle International was built in 2004, 3.3 miles, 16 turns with just one DRS zone, but it's a long straight and there's plenty of high-speed overtaking opportunities through the corners. It's time to take a look at our starting grid for today's race. The professor lines up on pole position, and it's Esteban Ocon in P2. As we continue through the rest of the grid today, we have Russell, Verstappen, Norris, Sainz, Oscar Piastri, Leclerc, Perez, Tsunoda, Hauger, Gasly, Drugovic, Albon, Magnussen, Richard Vasseur, Sargeant, Hülkenberg, Bottas, De Vries, Joe, Lance Stroll brings the grid to a close. Now it lights out just moments away. It's time to go down to the track. And Anthony Davidson joins us for this one. And great to have your company. There's no weather to worry about here. What will be going through the drivers' minds as they finish these last-minute preparations? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into Turn 1, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It will keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Nou, kijk wat we dus kunnen gaan doen in deze hoofdrace. We trekken dus vanaf pole position. Strategie is voor mij medium soft. Ik denk dat de strategie van het team medium hard is, jazeker. We gaan dus wat verandering inbrengen, maar dat kunnen we zelf ook gewoon even doen. Dus dit hoeven we eigenlijk niet aan te passen. Dat kunnen we zelf wel beslissen. Benieuwd hoe lang Verstappen gaat doorrijden. Ik denk dat hij ook op de mediumband start. En nemen gewoon het normale hoeveelheid brandstof mee. We gaan dus gewoon beginnen voor de formatieronde in deze hoofdrace. Ocon dus op P2 met Russell op P3 op de harde band. Max op de mediums. Kijken of hij dit keer wel een goede start heeft, want tijdens de sprint had hij die helaas niet. Norris op P5. En dan zijn we in ieder geval aanbeland bij de start van de hoofdrace. Met onszelf op pole position. Naast ons Esteban Ocon op die harde band. Ik denk dat we hem wel kunnen gaan verschalken tijdens de start. Russell ook op hard. Max op mediums. Norris op hard. Wij doen het in ieder geval hier mooi rustig aan. En gaan hem denk ik goed in onze gridslot parkeren. Jazeker, 0,2 meter er vanaf. Prima gedaan. Nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. Maar goed, dat weten jullie denk ik allemaal al wel van mij. Even geduld hebben en dan gaan de lampen dus zo meteen aan. Goed, de lampen gaan aan voor de hoofdrace in Qatar. Kijken of we deze ook kunnen gaan winnen. En de lampen zijn uit en we zijn onderweg. En komen heel goed weg. Max is ook goed weg en is gelijk naar P4. We hebben wat problemen met de MGUK, moeten daardoor de ERS deployment mode op 1 zetten. Dus minder overtake gebruiken tijdens de race. Dat gaat lastig worden, want die auto's die gaan een andere strategie volgen. Onder andere Russell, Norris, waar is Esteban Ocon? Helemaal teruggezakt. Rijdt niet in de top 5, Tsunoda op P5 in die McLaren. Wij laten paars in sector 1 noteren. Zitten we in ronde nummer 3, begin ronde nummer 4. Als we daar Russell hebben voor een aanval aan de buitenkant. Lukt helaas niet, wordt geblokkeerd. Probeert het nogmaals naar die buitenkant. Zit ernaast, kan hier niet insturen en wordt daar wijd geduwd. Max sluit aan, maar Russell ook. Ik dacht even dat Russell niet meer kon aanvallen, maar blijkbaar wel. Russell probeerde het daar nog aan die binnenkant. Werd daar even geblokkeerd. Wat kan hij hier nog doen? Niet zoveel. Max op P3. Wij gaan er een beetje wijd. En hier gaan we veel te wijd. En krijgen een track limit waarschuwing ervoor. Wat ook logisch is. Tot nu toe
alles in orde, behalve dan de track limits. Maar goed, daar moeten we gewoon even op zien te letten. Zitten we in ronde nummer 5, begin ronde nummer 6 zometeen als Sainz. Dit keer naast is toegereden op die zachte band. Heeft daar optimaal gebruik van gemaakt en is op P2. Heeft het zelfs race ronde ook in handen. En gaat hier ons aanvallen in zijn Las Vegas auto. Is er nog niet langs. Maar kan hij wel achterlangs terugkruisen? Jazeker, dat doet hij. Maar wij houden hier de binnenste lijn. Sainz kan hier even helemaal niks. Kan het zometeen hier proberen aan die binnenkant misschien. Probeert het, jazeker, en zit ernaast. Maar wij houden gelukkig het gaspedaal ingedrukt. Eigenlijk hebben we geen gaspedaal, maar goed, we rijden met controller. Nog steeds P1 in handen. Achter dus Carlos Sainz. Achter ons dus Carlos Sainz, dat wou ik eigenlijk zeggen. Russell naar 3, Max op 4. We zitten in ronde nummer 7 van de race. Nog steeds Sainz achter ons. Met de snelste raceronde nog steeds in handen. En kijkt hier nogmaals naar de buitenkant. Kan hier weer niet profiteren van zijn zachte compound. Wij nog steeds aan de leiding. Sainz kan hier even helemaal niks. Max op P4. Russell op 3 op die harde band. Sainz en banden gaan er denk ik aan. Rijdt al rondelangen op die zachte band. Wij moeten ook even kijken hoe het gaat met de componenten van de motor. Nog 12 rondes te gaan in de race. Daar gaan we een beetje te wijd. Maar krijgen daar gelukkig geen track limits waarschuwing voor. En wij gaan naar binnen duiken. Leclerc gaat met ons mee. Ik ga deze mediumband dumpen voor de zachte band in ronde nummer 12. Ja, eigenlijk ronde nummer 11. Max gaat dus doorrijden op die mediumband. Leclerc dus naar hard. Wij dus naar zacht. Kunnen we makkelijk volhouden, want er zijn nog maar 9 rondes te gaan in de race. Dus nu moeten we gewoon stampen om ervoor te zorgen dat wij de undercut slagen op Verstappen. Die heeft vrij baan, heeft niemand om zich heen. Russell heeft dan een grote achterstand op mijn teamgenoot. Wij komen dus mooi voor Dennis Hauger weer de baan op. Nu moeten wij naar Esteban Ocon zien toe te rijden. Dan hebben we daar dus Esteban Ocon. En die vallen we hier aan, jazeker. Plekje opgeschoven en paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Volgende heet dan Lando Norris. Wanneer kunnen wij die passeren? Dat is de vraag. Moeten we er zo snel mogelijk zien voorbij te gaan? Kan dat hier al? Nee, helaas net niet. Hey, oh, wat is dat? Wat is dat? Daar gaat, denk ik, een component van de motor. Daar gaat een component van de motor. En dat betekent dat wij helaas geen punten gaan scoren. Opmerkelijk. Hadden we toch nog maar dat component moeten gaan vervangen voor de race. Ik twijfelde nog. Maar heb het achteraf niet gedaan. Een beetje dom. Die was een beetje dom. Maar dat betekent... Voor het eerst sinds, denk ik, seizoen 1 vallen wij uit. En de winstreak is verbroken. Helaas. En dit is jammer. Ontzettend zuur van ons. Ja, Russell dus als winnaar. Wij dus als DNF. Het is niet anders. En Max niet op het podium geëindigd. Teleurstellende race voor ons. Maar goed, kop omhoog en op naar de volgende dan. After an excellent performance at the Grand Prix, I'm sure there'll be plenty of celebrations tonight amongst the Mercedes team. And they certainly deserve it.
Nou, de uitslag van het raceweekend dan. Ja, Russell met de bijna volle buit. 31 punten erbij voor hem. Sainz 2, Tsunoda 3, Max 4. Uitslag van de race. Russell dus winnaar, Tsunoda 2, Sainz 3, Piastri 4, Max 5. En wij dus helaas uitvallig in deze race. Dat is heel erg zuur, want we hadden hier gewoon moeten winnen. Helaas, het is niet altijd feest. Achterstand met Max bedraagt nog steeds groot. Oftewel, Max heeft een grote achterstand op ons. 142 punten in totaal. Wij zijn nog steeds leider in het klassement. En constructeurskampioenschap is ook nog steeds voor ons. Maar die beide titels zijn volgens mij al binnen. Dus dat is goed om te zien. Dan gaan we dus door naar de rivaal breakdown. En eerste teamaclaim met mezelf en Max. Max is nu dus ook level 20. Wij blijven level 20. Team is level 24, wat gewoon goed is. En dan, helaas, hebben wij geen doel behaald. Geen podium gepakt. Ik heb helaas $10.000 misgelopen. In totaal, dus nu op de bank, toch nog $11.2 miljoen. Even doorsparen, dan kunnen we het contract met Max gaan openbreken voor volgend seizoen. Maar goed, ik ga deze video afronden. Ik hoop je tegen nooit van deze grote prijs. Ook al was het resultaat wat minder. We hebben toch nog wel 8 punten behaald voor de sprint. Dus dat is goed om te zien. En wat racerspunten dus teruggewonnen. Na het onderzoek van de mechanische fout. Ja, helaas. Jammer. Maar goed, we kunnen er niks aan doen. Gelukkig hebben we nog een component over die helemaal vers is. Dus daar kunnen we gewoon een nieuwe start mee gaan maken. Ja, ik ga deze video dus afronden, mensen. Ik hoop je echt genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, bedankt dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En vertel me ook waarom jij het niet leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn gamekanaal. Abonneer dan voor meer wekelijkse My Team Gremlin content elke zaterdag en zondag om 1 uur een video. En zet ook gelijk dat belletje aan, zodat je geen enkele reden meer mist. Op de woensdagen in december ook een video om 1 uur. Dus 3 video's per week in december. Dus een flinke upgrade. Dat had u echt niet verwacht. En jij nog niet een volger op mijn sociale media? Dan zal ik dat zeker weten even doen. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving. Klik daar gewoon op en dan word je direct omgeleid naar Facebook, Instagram op Twitter. Maar goed, dit was het dan, mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.